Op deze zonnige, maar koude zondag staat vandaag alweer het volgende competitieduel op de planning. Vandaag spelen we namelijk tegen Feyenoord Rotterdam. De ploeg staat momenteel aan kop en is maar één keer verslagen. Dus het belooft een spannende wedstrijd te worden. De sfeer ziet er, zoals je al ziet, al goed in. Er is vandaag zelfs een sfeeractie. Vooral bij Heel gaat Lu in de ziekenboeg zo kennen van niet rekenen op Erdogan, Córdoba en Pinto. Maar hopelijk zijn we vandaag wel Cox weer terug in de basis. Het wordt een mooie zondag. We gaan het zien vandaag. Ik sta hier Neve, Nick. En ja, het is vandaag een vroege zondag, maar volgens mij was hij voor jou nog vroeger. Nou, veel mee hoor. Mijn collega Jurjen die moest er al om 5:15 zijn. Dus dan is het wel echt erg vroeg. Voor mij was het 8:30, 9:00. Dus dat valt nog mee. Oh nee, dat valt inderdaad nog wel mee. Maar jullie waren wel al vroeg op die tribunes, heb ik gezien. Wat waren jullie daar aan doen? Nou, vanuit onze hoofdsponsor Bad City hebben we echt een paar leuke acties vandaag bij de wedstrijd. Zo gaan ze eigenlijk voor de fans veel meer sfeer rondom de wedstrijd creëren. Dus we hebben een supermooie sfeeractie waar de supporters aan hebben bijgedragen. Die waren dus ook al vroeg aanwezig om de tribunes vol te leggen. Verder hebben we een hele mooie vuurwerkshow. In de rust een leuke activiteit, een DJ. Eigenlijk van alles om de sfeer echt te verhogen. En na afloop hebben we nog een leuk presentje voor kinderen in het publiek. Worden er namelijk ballen in het publiek geschoten. Dus ja, wij hopen op een hele mooie wedstrijd met heel veel sfeerdingen. En we zijn super blij dat Bad City dat voor ons doet. Want het kost allemaal veel geld. Ja, en hun stellen dat allemaal voor ons beschikbaar. Dus ja, super fijn dat we zo'n hoofdsponsor hebben. Vandaag is alweer het volgende competitieduel. Tegen Feyenoord nota bene. Wat zijn de verwachtingen van vandaag? Ik verwacht eigenlijk wel een stunt. 3-1 voor Fortuna. Ja. Ik heb goede hoop dat Feyenoord van plek 1 wordt gestoten. 5-3. Ik denk 2-2. 1-1. Jullie hebben er vol vertrouwen in. De uitwedstrijd hebben we 1-1 gespeeld tegen Feyenoord. We missen vandaag wel wat mankracht. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat maakt niet uit. We moeten het doen met de 11 die we hebben staan. Ja, en dat dus. Ja, en onze trainer die heeft bij RKC heeft die rood gekregen. Hij is er vandaag niet bij. Wat vinden we daarvan? Ja, alle vertrouwen in de assistent. Ja, komt wel goed.
Leroy is sinds lange tijd weer een basisplaats. Moet goed voelen. Ja, zeker. Vorige week natuurlijk ook. Dus ja, was wel lekker om natuurlijk deze topwedstrijd weer aan de basiself te beginnen. Jullie krijgen binnen 5 minuten 2 doelpunten tegen. Ja, dat is dan natuurlijk niet goed, hè? Nee, zeker. Dat is denk ik het laatste wat je wilt tegen zo'n ploeg, tegen Feyenoord. En als je ook kijkt naar de goals, ja, dat zijn natuurlijk goals waarvan je denkt van, moet dat nou? Ja, vooral doelpunt nummer 3 in de 44e minuut. Gewoon een weggever. Zeker, zeker. Dat is voetbal, dat kan natuurlijk gebeuren. Doelpunt nummer 4 ook. Doelpunt nummer 1 ook. Snap je, dus eigenlijk bijna alle goals waren gewoon, die tweede schiet hij gewoon goed binnen. Maar bijna alle goals waren gewoon onze fouten. 0-3 met rust, ja, daar wordt wat gezegd onder de rust. Jullie komen furieus uit de startblokken. Ja, zeker. We kwamen heel energievol uit de startblokken. Je ziet dat we dan ook eigenlijk bijna een wedstrijd kunnen omdraaien. Als we maken de 3-1. Daarna hadden we nog wat kans voor de 3-2. Als je dan opeens die 3-2 maakt, ja, dan is het opeens een hele spannende wedstrijd. En als wij zo aan de wedstrijd beginnen, dan kunnen we het heel veel ploegen lastig maken. Maar ja, dat moeten we wel doen natuurlijk dan. Ja, mooi doelpunt van jou. Sjors Kok schiet tegen de paal en Boerak legt die bal mooi terug op jou en die gaat mooi in de hoek, hè? Ja, ik stond er goed voor en ik zag die hoek afrijden, dus ik dacht, ja, je gewoon uithalen en hij ging er lekker in, ja. Je even naar je doelpuntenrecord van vorig jaar, 1 doelpunt sta je. Dus dat zullen er meer worden? Ja, tuurlijk, dat hoop ik wel natuurlijk. Ik sta natuurlijk verdedigend ingesteld, verdedigend in middenveld, dus ik kom niet heel vaak daar. Wat ik op zich wel jammer vind, maar... Ja, mijn hoofdtaken zijn natuurlijk wel wat anders dan goals maken. Maar natuurlijk, het is altijd lekker om een goaltje mee te pikken. Hebben jullie vandaag tegen de toekomstige kampioen gespeeld? Ik denk het wel. Ik gun het Feyenoord ook wel. Ik kom natuurlijk zelf uit Rotterdam, dus ik gun het Feyenoord wel, ja. Well, George, I guess this is the youngest fan today in the stadium. Yeah, my youngest fan anyway, yeah. And how old is she? 5 months. Tomorrow. 5 months tomorrow, yeah. Okay. And how is she behaving? She's okay. At the moment, she's not sleeping the best. Mm-hmm. But she's good. She doesn't cry too much, so she's good. The game, you made your entry in the 45th, 46th minute. As if a new flow was in your team. Yeah, I think the game was kind of finished at that point anyway. So for us, there was nothing to lose. There was nothing to lose at that point. For us, it was... easy to change the mindset, I think. You hit the post and then there's the 1-3. Yeah, it would have been nice to score my first goal, but we still score, so it doesn't matter. The result, 2-4, it's not too bad against the coming champion of the Netherlands. Yeah, but the first half was so bad, especially the goals we give away. They're our own fault, they're silly mistakes. And you can't go in at half-time 3-0. But lessons learned, and then next weekend against Utrecht has to be better. Yeah, it has to be better from the start. If we start like we did in the second half, then we have good chances. Okay, Valentin, you want to have the mic? Say hiya. Hi, hi. Say hiya. Hi. Thank you very much. Toenahan, je mocht in de 79e minuut invallen. Je hebt toch nog een kwartier tegen de toekomstige landskampioen mogen spelen. Ja, zeker. Alleen wel jammer van de uitslag. Ik ben wel blij met de assist. Ja, die corners die gingen echt goed, hè? Vanaf de rechterkant met links erin draaien. Ja, ik raakte hem ook heel goed. De tweede wel iets minder, maar nogmaals, jammer van de uitslag. Ik ben wel blij met de minuten die ik heb gemaakt. Ja, de tweede half win je gewoon met 2-1 als je de eerste half niet meetelt. Eigenlijk wel, ja, als je zo bekijkt. Maar nogmaals, nog steeds jammer van die uitslag. En nu focus op vrijdag tegen Utrecht. En dan komt het goed. Oké, dankjewel, hè.